betrouwbaarheid inschatten van getuigen wil je heel feitelijk doen. Maar dat kan maar tot op zekere hoogte uiteindelijk. Ja. Ali B. komt vrijdag niet naar de uitspraak in zijn zedenzaak, werd gisteren bekendgemaakt. We horen Germaine Ellekamp, verslaggever van RTL Boulevard. De advocaat van Ali, Bart Zwier, heeft laten weten dat zijn cliënt er niet bij is, omdat hij in besloten kring die uitspraak wil aanhoren. Of Ali gaat reageren, dat weten we niet. Het is mogelijk dat hij nog met een reactie komt vrijdag, maar dat weten we pas de dag zelf. En ik denk ook wel dat het een beetje afhangt van de uitspraak. Ja, terwijl dat nieuws naar buiten komt, schrijft de Volkskrant een groot artikel waarin de krant zich afvraagt: heeft alle media-aandacht voor deze zaak invloed op de uitspraak? Elger, aan de voorkant vroeg Ali B. veel media-aandacht juist voor zijn zaak. Ja. Hij mocht overal geïnterviewd worden, zocht ook de pers op tijdens die zaak, tijdens de pauzes. Maar nu komt hij tijdens de uitspraak niet. Wat zegt jou dat? Dat hij rekening houdt met het feit dat hij veroordeeld wordt. En dan wil je niet degene zijn die daar vol in beeld wordt gebracht. En ook uiteindelijk, ja, je ontkomt niet als je naar buiten loopt bijna aan dat je in ieder geval beelden krijgt dat je probeert wordt geïnterviewd door een hele hetse journalisten. Ik denk dat het gewoon, hij heeft een afweging gemaakt. De kans is gewoon aanwezig, reëel, dat ik veroordeeld word. En dan is het media. Alles is media. Het gaat helemaal niet. Het is natuurlijk best wel arrogant om eerst de media op te zoeken en dan nu niet. Beetje laf ook. Maar uiteindelijk is het een mediastrategie om dat risico niet te nemen. Ja, Hugo? Ik denk dat dat klopt. Ja, ik ben het met hem eens. Jij saai. Dus... Ik was niet straks niet met je eens, maar dit ben ik met Elger eens. Ja, jij denkt ook dus dat hij vermoedt dat hij veroordeeld gaat worden. Ja, en dat vind ik altijd heel lastig als journalist, want dat is een aanname, vermoeden. Ja. Daar moet je voorzichtig mee zijn, dus, maar dat denk ik. Ja. Dan over de invloed van de media-aandacht voor deze zaak. In de Volkskrant worden meerdere onderdelen van deze zaak onder de loep genomen. Zijn getuigenverklaringen wel betrouwbaar? Wat is de impact van de media op de slachtoffers? Kun je aan waarheidsvinding doen? En het belangrijkste, nemen rechters de media-aandacht mee in hun strafmaat? En bijvoorbeeld ook het Openbaar Ministerie in hun strafeis. Elger, we lezen in het stuk dat het Openbaar Ministerie de aandacht meewoog in die strafeis. Ja. En dat de rechter hier dus ook rekening mee zou kunnen houden. Is dat terecht dat ze dat doen, wat jou betreft? Kijk, dit is altijd een hele interessante discussie. En ik ben wat dat betreft totaal geen jurist. In hoeverre moet je dat meewegen? In Nederland zien we, zeker bij dit soort zaken rondom publieke figuren, dat dit normaal is geworden, dat dit wordt meegenomen. Mm-hmm. En dat het bijna het OM nu ook voorsorteert in hun eis, omdat ze weten dat rechters dat doen. Dus denk, als we dat meewegen, is de kans groter dat het natuurlijk gewoon onze eis eigenlijk wordt ingewilligd, dan als we een onrealistische eis stellen waarin we dit niet meewegen. Ja, Hugo, rechters proberen natuurlijk neutraal een oordeel te vellen. Staat ook in het stuk, hè, dat doen we. We laten ons niet gek maken. Is dat mogelijk volgens jou? Ja, dat vind ik zelf altijd een heel interessant aspect van de rechtspraak. Want ik geloof er echt in dat zijn professionals die dat het maximale te doen. En tegelijkertijd weten we gewoon uit de wetenschap, reclame werkt. Als ik in de supermarkt sta, pak ik een bepaald merk niet. Soms een product dat ik nog nooit gebruikt heb. Waarom pak ik dat merk? Omdat ik dat eerder ergens heb gezien. Is dat, als je dat kunt vertalen naar de rechtspraak zo, dat je als rechter dat allemaal kunt uitwissen, wat je onmogelijk ontgaan kan zijn, omdat het in het journaal is geweest, overal te zien is, in de rechtszaal zitten 50 journalisten. Dus dat wordt allemaal, dat vind ik zelf altijd een heel interessant aspect als rechter zeggen. Nee, dat laat ik helemaal niet meewegen. Maar zeker hier. Oh, sorry. Nou ja, ik vroeg me af, jullie hebben het over meewegen. Maar bedoel je dat het tot strafvermindering leidt of tot strafvermeerdering? Mm-hmm. Ja, dat het van invloed is. Ja, het kan dat allebei zijn natuurlijk. Het kan ook een beeld zetten. Hè? Ja. Bij Holleder zijn, om maar eens een voorbeeld te geven. Er waren natuurlijk heel veel beelden naar buiten gekomen. Onder andere via Peter R. de Vries. Herinner ik me van een zus. Die was behangen met microfoons, et cetera. En daar zag je geluidsopname van. Het beeld wat je daarvan kreeg, want dat is het. Het beeld wat je daarvan kreeg, was niet van die man zou ik graag als buurman willen hebben. Toch? Laat ik het netjes zeggen. Ja. Ik ken niet het hele verhaal. Maar is dat van invloed? Had dat invloed op mij, op het beeld van Holleder? Mm-hmm. Absoluut. Ja, maar het kan dus zijn, hè, als je het plat slaat even, het kan tot strafvermindering leiden, omdat dus de rechter zegt van, nou, je bent eigenlijk al veroordeeld in de media. Ja. Maar ook tot vermeerdering, omdat je een precedent wil scheppen. Omdat je wil zeggen, wil je een voorbeeld stellen hiermee. Dus het kan allebei de kant op gaan. Maar wat nog interessanter vind ik hier is, het gaat over de betrouwbaarheid van de getuigen. Waar natuurlijk ook is, daar speelt heel veel met, zijn die beïnvloed door wat ze in de media hebben gezien? Daar gaat het stuk over de Volkskrant heel erg over. En dat lijkt me nog veel lastiger voor een rechter om te bepalen. Heel veel van dit soort dingen kun je zeggen, laat meewegen of niet. Mm-hmm. Maar betrouwbaarheid inschatten van getuigen wil je heel feitelijk doen. Maar dat kan maar tot op zekere hoogte uiteindelijk. Ja. We gaan het meemaken, want vrijdag is de uitspraak. En dan weten we wat het geworden is. Wil je meer van het Mediaforum zien? Klik dan hier voor de andere video's van Spraakmakers. Of luister het Mediaforum dagelijks terug via je favoriete podcast-app.